Het is de guilty pleasure van bijna iedereen. Reality TV. Van die luidruchtige, ordinaire deelnemers met opgespoten lippen, tatoeages, brede armen. Lopen de hele dag rond in zwemkleding. En niet te vergeten, ze doen het allemaal voor de fame en de aandacht. Maar ja, kloppen al die vooroordelen eigenlijk wel? Hoe is een realityster nou in het echt? Ik ga er vandaag achter komen, want ik heb afgesproken met Leslie van Ex on the Beach. Ja, dat is hoor. Leuk dat je er bent. Dankjewel, ik vind het leuk om er te zijn. De 25-jarige Leslie deed in 2021 mee aan het MTV reality programma Ex on the Beach Double Dutch. Ze werd vooral bekend dankzij dit fragment. Het is nog geen half uur later en we liggen eigenlijk al met ons beentjes kwijt. Dus. Wilde je altijd al bekend worden? Ja, ja? Dat wilde ik heel graag, ja. Heel graag zelfs? Ja, kijk, tuurlijk, ik heb niet alleen meegedaan voor de bekendheid. Ik heb ook meegedaan omdat ik het leuk vond om dat te doen. Ik bedoel, op vakantie met jongeren, in de zon, lang leven de lol, weet je wel, alles mag. Ja. Dat vond ik ook leuk. Maar ja, tuurlijk, je doet wel mee aan het programma omdat je er wat uit wil halen. Want anders dan boek je wel een vakantie met je vrienden of zo. Wat waren je overwegingen dan? Sowieso wat het met je toekomst ging doen, zeg maar. Daar heb ik heel erg over nagedacht, want er zit natuurlijk een bepaalde stempel op en je krijgt een oordeel. En ja, dat was eigenlijk de grootste reden waarom ik dacht, oké, ga ik dit wel of niet doen? Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, maar misschien is dit wel mijn toekomst. Juist. En wat bedoel je dan als je dat zegt? Ik dacht, misschien ben ik wel echt gemaakt voor reality tv en word ik inderdaad influencer en kan ik daar uiteindelijk mijn geld mee gaan verdienen. Ex on the Beach, Temptation Island, Utopia. Reality TV is niet weg te slaan van de beeldbuis. Want waarom zou je kijken naar acteurs met een script als je ook kunt kijken naar echte mensen die echte dingen doen? Wie denk je dat je bent? Meer dan wat jij bent. Waarom haalt je mij door? Luister. Sinds de eerste grote reality TV hit in Nederland, Big Brother, is het genre steeds heftiger, dramatischer en vooral ook bloter geworden. Misschien leuk voor de sensatiezoekende tv-kijker, maar soms minder leuk voor de deelnemers. Die krijgen vaak met zeer negatieve vooroordelen te maken. En wat voor stereotypes bestaan er over jou? Dat ik nep ben ook vooral. Gewoon letterlijk dat ik onder Insta-foto's krijg, ja, we gaan nog maar aan jezelf verbouwen, botox, wijf en zo. Dan denk ik, sorry, waar haal je die informatie precies vandaan? Wat heb je botox gebruikt? Ik heb helemaal niks aan mezelf laten doen. Het enige, ja, mijn nagels, mijn wimpers en ik heb extensions. That's it. En that's it. Ja, en wat zeggen ze nog meer? Nou ja, mensen denken sowieso dat ik dom ben. Ja, dat je dom bent? Ja. Hoezo? Omdat mensen vinden het ook heel vaak dom als je seks hebt op televisie. Omdat dat een soort van je toekomst en zo aantast. Maar dan denk ik, ja, uiteindelijk heb je toekomst wel altijd zelf in de hand. Leslie mag dan wel een realityster zijn en daardoor vaak als dom worden bestempeld. Ze volgt wel gewoon een opleiding. En niet zomaar eentje. Hi! Dank je. En hier studeer jij dus? Ja. En wat studeer je? Ik studeer sociaal-pedagogisch hulpverlener. Maar je studeert dus HBO? Ja, dat klopt, ja. Ja. Verwachten mensen dat je HBO studeert? Nee? Nee, helemaal niet. De meeste mensen denken gewoon zelfs dat ik helemaal geen diploma heb. Terwijl ik heb mijn MBO-4 diploma heb ik al. Dus dit is eigenlijk weer een vervolg daarop. Maar mensen gaan er eigenlijk altijd vanuit dat ik gewoon helemaal geen diploma heb. Dat ik mijn school niet heb afgemaakt. Nou, zullen we even verder kijken? Ja, we gaan naar boven. Top. En wat zou je hierna met deze opleiding willen doen? In eerste instantie, voordat ik zeg maar had meegedaan aan de televisieprogramma's, wilde ik zeg maar heel graag werken met verslaafde jongeren. Ja. Alleen, ik ben nu wel realistisch genoeg om te weten dat dat waarschijnlijk niet gaat werken, omdat ik heb een OnlyFans-account, ik heb seks gehad op televisie, dus waarschijnlijk ga je niet meer aangenomen worden, omdat je ook door de jongeren dan niet meer echt serieus genomen wordt. Mm-hmm. En zit je dan hier hele dagen, de dagen nee, dat je naar school? Nee, ik heb nu ook een heel ander ritme, omdat ik heel vaak zeg maar 's nachts naar feestjes moet voor werk, zeg maar. Mm. Dus ik heb mijn ritme daar wel verder ook op aangepast. Mm. Soms denk ik echt, ik stop met die opleiding. Maar dan denk ik, nee, ik stop niet met die opleiding. Want dadelijk is dat hele influencer OnlyFans leven, dat is weg. En dan heb ik niks. Dus ik moet het echt afmaken. Ja, dus dit is eigenlijk je vangnet. Ja, eigenlijk wel, ja. Dat influencerleven levert Leslie namelijk flink wat op. En dan met name de foto's die ze plaatst op haar OnlyFans-account. Ze wordt daarbij bijgestaan door haar beste vriend Leo. Tada! En kijk, dit is dus mijn OnlyFans. Je hebt helemaal een lade voor. Eigenlijk wel. Hey, maar OnlyFans, vertel. What's the deal? Nou ja, ik post gewoon foto's. Eigenlijk niet hele boeiende foto's. Gewoon in lingerie alles bedekt, zeg maar. Mm-hmm. En daar betalen mensen voor.
En hoeveel betalen ze daarvoor? Wat verdien je daarmee? Het ligt er een beetje aan. Ik zit nu afgelopen 3 maanden op 12.000. Wat? Per wat? Per maand. Per maand. Alleen aan OnlyFans? Ja. Het gaat goed op OnlyFans. Zeker. Zou het ook zo goed zijn gegaan als je niet had deelgenomen aan... Nee, aan Ex on the Beach? Nee, want ik ken ook best wel wat meiden die dit ook doen. En zij zeg maar, verdienen ongeveer de helft van wat ik verdien. En die maken wel echt porno, zeg maar. Die laten hun tieten zien. Of ze doen ze echt vingerfilmpjes maken en zo. En ik doe dat allemaal niet. En ik verdien eigenlijk meer. En ook qua tijd. Ja, sommige van die meiden die zijn 80 uur in de week. Zijn bezig met fotoshooten, samenwerkingen met andere vrouwen. Ja. Om elkaar te promoten. En ja, bij mij gaat het eigenlijk heel makkelijk. Want ja, mensen weten al wie ik ben. Ja. Ja, was het ook wat je in gedachten had toen je aan reality begon? Dat je dacht, ik ga daar later geld mee verdienen? Had je er ook nou, lang voor nagedacht? Niet per se geld. Een vriendin van mij die zei wel van, ja weet je, als je daar dan mee hebt gedaan, moet je proberen er op dat moment zoveel mogelijk geld uit te slepen. Toen zei ik tegen haar, ik zeg nee, dat boeit mij niet. Het gaat mij niet om het geld, het gaat mij erom dat ik eigenlijk gewoon bekend wil worden en dat heel leuk vind. Toen zei ze van, ja, maar als je er geld mee kan verdienen, moet je dat wel doen. En toen op een gegeven moment, toen merkte ik dus eigenlijk dat er best wel inderdaad ook op een redelijk makkelijke manier geld mee te verdienen viel. En toen zei ik tegen haar van, ja, je hebt wel gelijk gehad. Ik vind het leuk om die foto's te maken, maar dat ik er geld mee verdien, dat is natuurlijk wel gewoon een extra handigheidje. Ja. Oh ja. Ja hoor, dat is top. En die haatreacties die je hebt gekregen, dus als mensen dus dingen zeggen als, je bent dom, of je bent nep, of je hebt van alles aan jezelf laten verbouwen, doet dat je dan iets? Nee. Eigenlijk niet. Nul. Niks. Nee, ja. Kijk, het is niet leuk om te lezen, zeg maar. 9 van de 10 keer lees ik het niet. Of ik scroll gewoon door. Haatreacties. Zal ik ze gewoon eens voorlezen? Ja. Wat zullen haar ouders trots zijn? Ja. Oprecht medelijden als de kinderen van Leslie dit gaan zien. Zie jij je moeder al zo praten? Ik heb medelijden met de gozer die haar trouwt. Zelfrespect is ver te zoeken. Goedkoop wijf, dames van tegenwoordig, baba. Leslie is eerlijk, maar lelijk. Ah, ik ben niet lelijk. Dat is niet echt iets heel erg diepgaans. Maar nee, dus dat kan je makkelijk voor je afzetten. Ja, maar denk toch als je over kinderen of inderdaad over ouders van mensen begint. Weet je, het staat heel vaak, ja, ouders. Oké, ja, mijn moeder is dood. Dus waarom begin je daarover? Ja. Dan denk ik gewoon, ja, dat doet dan wel een soort van pijn of zo. Ja. Vind ik het gewoon lullig dat ze gaan maar kijken. Ik vind het zeg maar niet erg dat ze dan bijvoorbeeld dingen zeggen. Alleen dan denk ik, dan zeggen ze van ja, wat vindt haar moeder daarvan? Dan denk ik, ja, maar ze kan er niet eens wat van vinden. Dan denk ik, ik zou graag willen dat mijn moeder er wat van vindt. En dat kan dus dan niet. Nee. Dus dat is wel af en toe een beetje vervelend om dan te lezen, zeg maar. Los van de opmerkingen over haar moeder, trekt Leslie zich weinig aan van de online haat. Maar wat vinden haar vrienden eigenlijk van haar deelname aan Ex on the Beach? Hey, maar jongens, vertel even, hoe reageerden jullie eigenlijk? Nou, ik wist dat ze het natuurlijk al een tijdje wilden. En op een gegeven moment, toen was het natuurlijk de bedoeling dat ze het wilde, omdat ze zelf zei dat ze er ready voor was. Ja. En toen zei ik, want dan ga ik hem wel helemaal zo, want ik kan het heel goed formuleren zo met al die teksten en zo. Ja. Dus toen heb ik dat gedaan uiteindelijk. Wat voor dingen hoorden jullie om je heen? Slet en dit en dat en sommige dingen. Mensen waren ook van, wat een top vibe, heel eerlijk en zo oprecht. En ze spreekt zich gewoon uit. En dus het ging alle kanten op. Ik vond het vreselijk. Ja, vond je echt? Dat vreselijk? Echt? Vreselijk. Hoezo? Ja. Hoezo? Ja, ik zat er te kijken met mijn vriend en ik zeg, wie is dat meisje en wat zet ze zich voor schut? Maar op dat moment vond ik dat gewoon echt. Ik ken haar helemaal ken niet. Haar toen nog niet. Nee, en ik had zoiets van, oh my god, zij is heftig, hè? En toen ging mijn vriend, ging dus met haar en nog met Dusty en nog met jou. Ja, gingen ze een hapje eten. Oh, met Leo ook? Gingen ze een hapje eten. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, waarom ga je met dat wijf een hapje eten? Ja, maar ik kende haar niet. En ik had gewoon echt de vooroordeel over je. Ik denk, ja, straks wil ze me afpakken of zo. Ik denk, nou, dat vind ik helemaal niet leuk. En wat was dat vooroordeel dan? Wat dacht je? Ja, ik had zoiets van, ja, zij hoeft niet bij mijn vriend in de buurt te komen. Ja, het is echt heel erg dat ik zo dacht. Maar ja, dat was toch mijn eerste reactie. Omdat ik haar echt puur alleen van tv kende. Je bent wel een vriendin. Als er wat met mij is of met ons is, dan sta je er als eerste klaar voor. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk op tv niet. Ben je als realityster eenmaal bekend, dan zijn er meerdere manieren om geld te verdienen. Naast OnlyFans is Leslie ook te boeken voor feestjes. Ik ga met haar mee naar zo'n optreden. In een club in Emmen. En hoe vaak moet je dat doen?
Ja, ligt eraan. Meestal is het zeg maar elke vrijdag één keer, elke zaterdag één keer. En dan soms op vakanties, dan is het ook op de donderdag. Soms ben ik een keer een vrijdag en een zaterdag vrij. Dat verschilt een beetje. Maar gemiddeld, ja, 2 keer per week, denk ik. Jij gaat gewoon uit voor je werk dan, ja, dus. Precies. Maar ja, het is niet echt uitgaan, hoor. Het is wel, je staat zeg maar wel bij de DJ-booth met super felle lampen op je die heel warm zijn. En allemaal mensen die aan je willen zitten en zo, die bezweet zijn en zo. Dus het is niet echt... Ik vind het wel heel leuk hoor, maar het is niet echt uitgaan voor mijn eigen plezier. Ah. Als ik zeg maar dit gratis zou moeten doen, had ik het niet gedaan. Is dat gemeen? Wat verwacht je ervan voor vanavond? Nou ja, ik verwacht eigenlijk altijd wel dat het gezellig wordt. Denk gewoon. Ja. Ja, ik hoor de muziek al, dus dan ben ik al helemaal in de stemming. Ja, heel goed. Hé, hey, en wat gaat er gebeuren zo hier? Nou ja, we gaan zo zeg maar daar naartoe lopen en dan gaat Dennis draaien en dan gaan Shirley en ik er eigenlijk zo bij staan. Jullie gaan dansen op het podium? Ja. De hele avond. Zo sletterig mogelijk gedragen. Zo sletterig mogelijk gedragen, dat is het doel? Nee, dat is meestal wel mijn doel. Right now, right here, we got eggs on the beach. We gonna make it sexy. We gonna make it nasty. Are you ready? Wat voor opmerkingen krijg jij nou op zo'n avond? Nou, meestal... Hoe reageren mensen op jou? Nou ja, sowieso de meiden die reageren eigenlijk altijd helemaal van oh my god, ik ben hetzelfde als jou! En de jongens die ja, willen altijd, of ze willen me snap, of ze willen een kus op hun wang. En dan gaan ze proberen hun hoofd te draaien, weet je wel. Oh echt? Zulke dingen. Of ja, ze gaan in één keer mijn billen knijpen en zo, dat gebeurt ook wel eens. Ja, dan is het druk natuurlijk, maar als ik dan zie wie het is... Dan? Geef ik ze eigenlijk meestal gewoon een klap. Ja? Ja. Als er geen beveiliging bij is. Als er wel beveiliging bij is, doe ik dat niet. Hé, hey, hoe lang denk je dat je dit nog gaat doen? Dit werk? Nou, zolang als dat er vraag naar is. Ik denk dat als het nieuwe seizoen eraan komt, dat het sowieso wel minder wordt. En als er dan weer een nieuw seizoen komt, dan wordt het natuurlijk nog minder. Dus uiteindelijk vervaagt dat wel en dan is het klaar. Maar tot welke leeftijd zie je jezelf dit doen? Ja, gewoon zo lang mogelijk, totdat ik het leuk vind. Kijk, ik zei vroeger altijd, ja, als ik 25 ben, dan wil ik echt serieus leven. Ik ben nu 25, ik sta nog steeds elke weekend met mijn kontje te schudden. Dus, ja. Jeetje, wat een leuke meid, hè, die Leslie. Ik ben echt wel een beetje van haar onder de indruk. Het is ook niet iemand die... later spijt krijgt van dingen, want ze heeft daar van tevoren gewoon heel goed over nagedacht. Ze is een hele slimme meid, studeert gewoon HBO. Ze vindt het gewoon echt leuk om te doen en precies wat ze net ook zei, zolang als het leuk is, doe ik het. Die haatreacties, dat is iets wat ik als gevoelige ziel me niet goed kan voorstellen, dat je dus niet raakt. Maar bij haar geloof ik wel dat het er gewoon echt niet raakt. Behalve op het moment dat het echt over haar vrienden en de familie gaat, dan komt het ineens dichtbij en dan wordt het persoonlijk. Maar slet hoer, ja, dat boeit haar echt geen reet. Dat zie ik echt aan, dat boeit haar niet. Nou, ik wil wat dat betreft, kan ik wel wat leren van Leslie, vind ik. Gewoon iets meer scheid hebben in het leven. Why not?